Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je cookies moet openmaken. Wat belangrijk is bij cookies, is eigenlijk, je moet maken, als je verse cookies gebruikt, dat de schelp mooi dicht is. Een cookie die open staat, dat wil zeggen dat dat eigenlijk een cookie is die eigenlijk al wat ouder is en die dood is. En dan is de kwaliteit minder vers, minder goed. Of eigenlijk met een schelp die eigenlijk dicht is. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk een mes nemen die eigenlijk half flexibel is. En we gaan eigenlijk de cookie mooi aan de zijkant opensteken. Je neemt je mes en je zet je mes 45 graden op de schelp en je gaat like zo naar beneden en je snijdt like mooi de cookie van de bovenste schelp. Nu doen we hetzelfde met de onderste schelp. Dus eigenlijk hier ga je eigenlijk het vruchtvlees die erin zit van de cookie. Hier heb je de sluitspier. En wanneer ik met de punt van ons mes gaan we eigenlijk mooi de sluitspier losmaken. En dan ga je mooi de cookie eruit halen. Nu gaan we, dus de cookies die zijn mooi open. Nu gaan we de cookies eigenlijk mooi gaan spoelen. En eigenlijk gaan zand vrij gaan maken onder koud stromend water. Dus wat gaan we nu doen, is eigenlijk de cookie eigenlijk mooi eigenlijk er gaan uithalen. Dus met je vinger eigenlijk mooi de cookie eigenlijk gaan losmaken. We gaan eigenlijk juist de nootjes gaan gebruiken. Dus alle vliezen en alle korai doen we weg. En je behoudt eigenlijk een mooi stevig nootje. Met de korai van de cookie, dus eigenlijk dat oranje hier, dat kan je eigenlijk ook gaan gebruiken. Dat kan je bijvoorbeeld ook mooi opbakken, dat is ook super lekker. Of je kan er een soep van maken, of je kan het mooi drogen en eigenlijk gaan verwerken als poeder, om eigenlijk een afwerking te doen op een bord. Dus dat is eigenlijk ook iets dat je niet weggooit, maar dat je ook kan gebruiken in de keuken. Zo gaan we eigenlijk de cookies nu gaan bewaren. Dus eigenlijk, ik heb er een heel simpel trucje voor. We nemen eigenlijk een neteldoek. Dat is eigenlijk een papieren stoffen doekje. Die eigenlijk water gaat eigenlijk gaan absorberen. We gaan eigenlijk de cookietjes er mooi zo gaan inleggen. Eigenlijk mooi aansluitend. Zo. Allemaal in dezelfde richting. Dan gaan we eigenlijk het papiertje mooi zo gaan af. En dan gaan we dat in de koelkast gaan bewaren. En de cookies die kun je eigenlijk een 3-4 dagen bewaren in een koude koelkast. Dus we gaan nu eigenlijk alles eigenlijk reinigen die in de cookie zit. Dus de nootjes die gaan we behouden. Dus we nemen eigenlijk terug dat zwarte balkje die hier hangt vast. We gaan dat eigenlijk gaan lostrekken. Zodanig dat de cookie in de schelp blijft vastzitten. En je gaat zien, de cookie die zit eigenlijk mooi vast aan de schelp. Want de sluitspier die hangt er nog aan. En eigenlijk juist hetzelfde, of met de nootjes van de cookie. Dus we gaan eigenlijk een neteldoekje nemen. Die gaan we eigenlijk mooi op een bord leggen. En we gaan de cookies eigenlijk mooi omdraaien op de doek. Zodanig dat de cookies eigenlijk heel mooi droog blijven. Dan gaan we terug dichtvouwen. En dat gaat ook zo in de koeling. Dat kun je ook 2-3 dagen bewaren. Geen probleem. De geopende, gekuiste cookies. De nootjes en de cookies in de schelp. Wat we ermee gaan doen, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Alle receptuur die vindt u terug op firstclass.tv. Smakelijk!